Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer iets heel moois maken wat lang houdbaar is. Dus superleuk tijdens de zomermaanden. Leuk om buiten te zetten of binnen te zetten. Dus dat is ook weer heel erg leuk. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Ik zie dat heel veel mensen niet geabonneerd zijn. En dat kost echt helemaal niets, maar je helpt mij er wel heel erg mee. En daarmee zorg jij ervoor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Dus ben je nog niet geabonneerd, druk even op die abonneerknop. En vandaag gaan we hier iets moois mee maken. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dit frame is toevallig ook los te koop, zolang de voorraad strekt. Dus dat zou je eventueel ook kunnen bestellen. Maar vandaag gaan we heel mooi opmaken. Dus we gaan gauw aan de slag. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast loopt er nog een winactie, ga daarvoor naar deze video hier in het i'tje, ik zet hem ergens hierboven neer. Dan kan je nog kans maken op de droogbloemenring. De laatste keer dat je kan meedoen, dus de volgende video wordt de winnaar al bekendgemaakt. Regelmatig leuke winacties. En ja, we gaan gauw beginnen. Ik heb dus een heel mooi stevig frame. Er zit ook een mooi stevige voet onder. En we gaan hem leuk zomers opmaken. Met mooie rotsplantjes, schelpjes. Heel veel leuke materialen. Het leuke aan rotsplantjes is namelijk dat je ook best zonder de grond kan verwerken. En dat vind ik juist zo heel erg leuk. En dat gaan we vandaag dus ook doen. Dus ik ga even de grond eraf halen. Dat doe ik door gewoon even te draaien aan het plantje. En ze blijven dus ook heel lang goed zonder de wortels. En deze lijm ik op het stuk. Dus op het frame. En ik vind het sowieso leuk om er eentje in het midden te doen. En dan heb ik ook mooi bolmos. En die verwerk ik er ook omheen. En we gaan dus heel veel dingen lijmen. Ik ga ook wat touw gebruiken. Maar we werken met allemaal natuurlijke materialen. Ik vind het frame van zichzelf wel heel erg mooi. Dus je kan het ook prima, het mag voor mij echt wel te zien blijven. Het mos stop ik er een beetje tussen. Hier doe ik wel een klein beetje lijm tussen. Dus ik heb maar een klein beetje mos daarvoor nodig. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan mandala. Ik weet niet of jullie dat vroeger ook deden. Of misschien nog steeds wel. Dat mandala kleuren. Ik deed het eigenlijk als kind wel vaker. Nou, dat doet me eigenlijk dit frame ook aan denken. Ook in de buitenste ring doe ik wat mos. En mocht je geen lijmpistool hebben, je kan ze ook gewoon tussen duwen. Maar ik hou wel van dat het iets steviger staat. Dat bij het ook neerzet, het mooi blijft zitten. We halen straks even alle draadjes van het lijm ook weg. Vind ik altijd heel belangrijk dat het mooi weg is. En zoals je ziet geeft het mos al een heel leuk effect. Dat maakt het al heel natuurlijk. En om het plantje in het midden doe ik nog wat silantia. Daarvoor doe ik een klein beetje lijm eromheen. Zet je hem gelijk wat extra vast. Normaal gesproken adviseer ik om natuurlijke producten, levende plantjes en dat soort dingen met koud lijm te verwerken. Maar op deze manier kan je het ook met warme lijm doen. Ik zorg er eigenlijk altijd voor dat de lijmpistool niet te warm is. Dus wanneer ik hem ga gebruiken, haal ik eigenlijk altijd de stekker eruit. Een kleine tip. En zoals je ziet, als ik hem dan neerzet, wordt hij echt al heel mooi. En krijgt hij natuurlijk effect door dat groen. We gaan natuurlijk straks wat meer plantjes aanbrengen. Maar wat ook leuk is aan het eind, is om de flesjes in te verwerken. Zodat je elke keer wat nieuwe bloemetjes in kan doen.
Ik gebruik hiervoor hele mooie schelpjes. En je kan de voor- en de achterkant gebruiken. Wat je daarin zelf mooi vindt. Ik vind deze kant ook echt heel mooi. Nu echt al heel erg mooi door het natuurlijke van de schelpen en het groene van het mos in combinatie met het frame. Maar we gaan hem nog mooier afmaken. Nadat alles is opgedroogd, controleer ik het nog eens extra of het allemaal goed vast zit. Omdat je het natuurlijk gaat ophangen of neerzetten en dan komt er toch wat meer druk op te staan. En wat nodig zet ik nog even een extra drupje lijm achter de schelpen, want sommige schelpen zijn natuurlijk best wel zwaar. En dit zijn stukken schors die ik aan stukken heb geknipt. En ik heb wel nog wat andere natuurlijke materialen die ik er ook op bevestig. Tussen nog wat plantjes toevoegen om nog net even weer wat meer groen aan te brengen en ze helemaal af te maken. Dit doe ik op dezelfde manier. En ik heb wel verschillende soorten rotsplantjes. Mocht er nou net toevallig een stekje aan zitten, dan kan je die er gewoon bij tussen zetten. Mocht je nog wat materiaal over hebben, kan je dat er ook tussen voegen. Zoals je ziet is die echt al fantastisch. Door het luchtige van het frame blijft hij heel mooi. Ik zal hem even iets dichterbij halen. Kijk wat het doet. En wat hier heel erg apart. Je kan dus als je wil, kan je de flesjes aan toevoegen. Die kan je gewoon met touw vastmaken en ertussen zetten. Waar je dan snijbloemetjes in kan doen als je het leuk vindt. Maar ik vind hem echt al heel gaaf zo. Wat ik nog wel ga doen is wat extra diepte aanbrengen. En dat doe ik door middel van touw. En dat doe ik door gewoon te wikkelen om het frame heen. En dan kan je het aan de achterkant gewoon vastmaken met een knoopje. En hoe gaaf bloemstuk hebben we dan, van buiten of van binnen? Je kan er echt alle kanten mee op. Het is in ieder geval super apart en heel erg sterk voor deze zomermaanden. Dus wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er ooit toe moet, het komt gewoon naar je toe. Deze kan trouwens door heel Europa verzonden worden. Dus als je iemand verder weg wat cadeau wil doen, dan kan dat natuurlijk ook. Goed, ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke les vonden. Ik vind hem in ieder geval heel gaaf en net eventjes iets anders dan anders. Heb je al weten te inspireren of heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. En dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Vergeet dan niet mij te taggen, zodat ik het ook kan zien. En mocht je het leuk vinden, dan mag je natuurlijk altijd deze video delen. Dat zou ik extra waarderen. En bedankt en tot de volgende keer. Doei!